Zo, de paarden zitten aan hun ontbijt. Oh, jezus. Ja, opnieuw. Oh, mijn god. Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag zit ik op Nerf. Het is namelijk vandaag zondag en ik ben net 2 dagen terug van vakantie. Ik ben namelijk naar Italië geweest en misschien hebben jullie wel dingen op mijn Instagram gezien, want ik heb best veel foto's op Instagram gezet. En ik zit vandaag weer voor het eerst op Nerf en ik blijf hier vannacht ook slapen en ik ga dus vandaag en morgen vloggen voor jullie. Dus het is niet echt een weekvlog, het is meer een 2-daagse vlog. En Nervion en ik hebben net gereden. Het ging best wel goed. We zijn nu echt al een paar keer met bitloos aan het rijden. Het is best wel moeilijk omdat het toch net iets anders is dan met bit. En ik merk ook dat hij best wel hangt in zijn teugels. En, maar dat moeten we allemaal nog even een beetje goed doorkrijgen. Hij moet het goed snappen. Maar ik merk wel dat hij het wel veel fijner vindt. Hij loopt veel lager met zijn hoofd. Ik hoef eigenlijk niks te doen. Hij gaat zelf naar beneden. En ja, dat is wel heel erg fijn. En ja, ik ben best wel tevreden over het hoofdstel. Ik ga hem nu nog even verder uitstappen en dan ga ik hem zo even afzalen en lekker in de wei zetten. En morgen ga ik waarschijnlijk ook rijden. En of ik ga grondwerk doen, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Zoals ik misschien net al in het vorige deel heb verteld. En ik ben net wakker. En ik ga nu als eerst even de paarden eten geven. Ze krijgen namelijk 's ochtends altijd wat gras. Een half metertje gras. En ze krijgen wat hooi. En ze krijgen 's ochtends ook wat Vibra. En meestal ga ik ze altijd eerst Vibra geven. En dan met wat hooi erbij. En dan Maron krijgt bijvoorbeeld Vibra met magnesiumpoeder erbij. En dat hebben we nu hierin zitten. Maar hier staat Finecto op. Dit was een spul voor tegen mijt. Maar we hebben hier dus de magnesium in gedaan. En dan krijgt hij gewoon 4 schepjes magnesium met Vibra. En de andere krijgen alleen Vibra. En daarna geef ik ze wat hooi. En daarna krijgen ze dus wat gras. En ik ga vandaag weer met Nerf, denk ik, even rijden. Daar heb ik wel zin in. En het is nu echt al iets van 9 uur, 9:30 denk ik. Al best wel vroeg nog, want het wordt dus best wel warm vandaag en ja, anders is het een beetje zielig als ik met bijvoorbeeld 27 graden ga rijden. Dus dat vind ik veel te warm. Dus daarom ben ik nu een beetje op tijd, zodat we nu op tijd kunnen gaan rijden. Zo, de paarden zitten aan hun ontbijt. Oh, jezus. Ja. De paarden zitten aan hun ontbijt. Nervion die krijgt eigenlijk altijd in deze kruiwagen, maar kijk even 1 keer hoe erg die knoeit. Je smakt, Nervion. En hij heeft het al bijna op, maar hij gooit ook alles ernaast. Senna die heeft hier wat Vibra en dan daarnaast wat hooi. En Maron heeft hier ook Vibra. En hier ook hooi. En Nervion krijgt het altijd in de kruiwagen. En hij gooit het er altijd uit. Dus dan... Hij is echt aan het kliederen altijd met zijn eten. Hij kan niet echt wat netjes eten ofzo. Maar ze gaan nu nog even lekker verder eten. We'll be right back.
Nerville net even afgezadeld en even lekker afgespoeld met water. Want het is echt alweer heel warm al. En ik ga ze nu even gras geven. En dat is altijd best wel grappig. Want Senna hinnikt echt al de hele dag sinds ik hier ben. Omdat hij gras wil. En als ik hier naartoe ga lopen, dan komen ze zo meteen heel hard achteraan rennen. Maar wij hebben dus, ze staan in het weiland. Ze staan al 24/7 buiten. Dus dat is wel fijn. En ze staan dus helemaal niet meer op stal. Maar ze mogen niet in een volle grasweiland lopen. Omdat vooral Maron en Senna heel erg gevoelig zijn om heel snel dik te worden. En hoeven bevangen te raken. En kijk, daar komen ze al aan. En ik heb net even het stroom eraf gehaald. Dus we hebben gras bestroken. Hoe noem je dat? Ik weet het niet. En Nervie heeft net gerold en hij is weer helemaal zwart aan de andere kant. En daarom mogen ze niet in een heel weiland lopen vol gras. Want dan eten ze echt helemaal vol totdat ze ontploffen, laat maar zeggen. En nu zijn ze hartstikke blij. Krijg je gras, Nerf? En dan ga ik even gras geven.